Dank u wel. Verschiet uw kruid niet, want we zijn nog niet begonnen. Dit is een vals begin. Hier zijn we het land mee doorgegaan. En we wilden de mensen niet te veel afschrikken. Maar hier zijn we vanavond in Volendam. En dat willen we de mensen thuis meteen even laten zien. Ik heb op alle stoelen een gastendoekje gehangen. En zou ik aan u willen vragen, als ik straks opkom, of u dat even op de maat van de muziek boven uw hoofd zou heen en weer zou willen zwaaien. Het muziekje zal u bekend voorkomen. Dan hebben we u dacht, waar is dat voor? Nee, maar doet u maar even rustig aan. Ja, hebben we het allemaal bij de hand, dan ga ik weer af. En dan gaan we nog een keer opnieuw beginnen, dames en heren. Daar komt-ie. Mevrouw zegt, wat zie je er fantastisch uit. Dank u wel. Heb ik uit de failliete boedel van Marco Borsato op de kop getikt. Jan-Jaap van der Wal had de kroonluchters al. Pak zit lekker. Nou, ik vond het een beetje sneu als die kindsoldaatjes daar alleen voor zouden moeten opdraaien. Ja, die hele entertainmentgroep en Wordchild zitten heel raar in elkaar vermengd. Heel wonderlijk. Heel wonderlijk. Ja, Marco, maar u even laten zien. Kijk, dit is het pak. Dat je weet dat ik niet sta te liegen. Er is wat afgejankt door onze artiesten de afgelopen jaren. Onvoorstelbaar. Kent u hem nog? Jurie Vergelder? Ook heeft ook gehuild. Hij was aan de drugs, bleek. Mij verbaast het niks. Vlak voordat hij aan die ringen ging hangen, stond hij bij dat bakkie. Stond hij zo. Tja, hij was de eerste verslaafde die geen lijntjes snoof, maar ringetjes. Zo. Nee, er is wat afgejankt. Kijk hier. Dat is Balkenende. Toen ik hoorde dat hij geen president van Europa zou worden. Ik weet precies hoe het gekomen is, hè, Balkenende. Want hij had een haringtje gegeten en kort daarop had hij deze ontmoeting. En ja, nou dan hoef ik u hier niet te vertellen wat er dan gebeurt, hè. Dus zij zei, die man hoef ik nooit meer te zien. Het was die Balkenende, hij is geen president geworden. En wij hebben daar een beetje minderwaardig over gedaan. En dat is toch onze aard. Stel je voor, president van Europa, de eerste. De rest van je leven sta je in de geschiedenisboekjes. Hij heeft een beetje slechte eigenschap, Balkenende. Hij slikt lettergrepen in. Hè? Ik heb hier een voorbeeld. Hij geeft hier een shirtje aan de president van Brazilië. Ja, die heet heel anders, hoor. Maar hij slikt dat in. Ik weet niet waar hij het laat. Over de koninklijke familie had hij het ook. Hè? Die hebben zich het afgelopen jaar ook weer flink in de kijker gespeeld. We dachten, hè, we hadden 30 april 2009 hadden we zeg maar de eerste ramp waarbij het monument al stond voordat de ramp had plaatsgevonden. Maar toen dachten wij, die koninklijke familie die zit op rozen. Daar komt nooit meer iemand aan. Het kost een paar doden, maar dan heb je ook wat. Maar binnen de kortste keren hadden ze ons weer het bloed onder de nagels vandaag. Begon met die Christina, met dat geld. Die is helemaal op geld. En die had een speciale constructie via Jersey, de achterkamer van het paleis Noordeinde. En de koningin zelf,
Met haar de Roy van Zuiderwijn die ze er probeert uit te werken bij het bouwfonds. Dat moet de koningin niet doen, die dingen. Ze had het juist met Kerstmis zo mooi over naastenliefde. Ja, ja. En dan zou je zeggen, ja, dan is het... Kijk, van wie je houdt is het niet zo moeilijk om lief voor te zijn. Maar bij naastenliefde gaat, heb uw vijanden lief als jezelf. Ze bracht het niet in de praktijk. En dan over die Tweede Kamer met die Boekenstein. En wie vliegt eruit? Boekenstein. Ja, zo gaat dat. En dan hadden we Willem-Alexander en Maxima met dat huis daar in Mozambique. Kun je nog herinneren? Wie, doe even het zaallicht aan. Even het zaallicht aan. Wie van u hier in de zaal, dames en heren, wie van u doet wel eens goed? Eén persoon. Eén persoon die ervoor... Ja, maar dat zeg je toch niet over jezelf? Nee, dat doe je niet. Dat doe je niet. Maar die Willem-Alexander en Maxima die kochten een huis van 8,5 miljoen euro... om goed te doen voor een ander. Ja, daar steken we zelfs in Volendam niet in. Hè? Nee, de mensen vragen me, waarom heb je dat programma naar Volendam genoemd? Vanwege de kijkcijfers. Ja, scheelt toch gauw 200.000 man, hè? Mensen die lekker eens even een avond helemaal niks willen zien. Ja. Nee, en dan die balk. Want ze zeggen, ja, die ramp in Apeldoorn, wat was dan op zeker moment het verhaal? Na 2 maanden geleden was dat, geloof ik. Toen kwam de middenstand van Apeldoorn kwam met het verzoek om schadevergoeding. Ja, ongelooflijk, hè? Daar moet je wel een bord voor je kop hebben. Die vonden namelijk dat zij door dat drama, door dat ongeluk... Ja, ze hadden allemaal vlaggetjes en toeters in huis gehaald. En ja, ze vonden het raar dat de mensen niet zeiden... Doe toch maar een vlaggetje, dan hang ik dat wel half stok. En dan doe ik wel een knik en zo'n toetertje. En dan ga ik er wel zo bij staan. Hadden ze verwacht. Ja, maar de mensen zijn niet helemaal kieren. Dus die hebben dat... Ja, die willen nu schadevergoeding. En dan hebben ze geëist... Middenstand van Apeldoorn heb ik het over. Ze hebben geëist dat de Koninginnedag nu op 30 april van dit jaar in Apeldoorn gevierd kan worden. Zodat ze alsnog van hun tweedehands rotzooi af kunnen komen. Nou ja, je ziet radar opgelicht en kassa alweer volstromen. Hè, met allemaal... Ja, ik kreeg een toetertje en er staat een knik in. En oh, wat mopperen we graag, hè. Oh, wat kankeren we graag met elkaar. Oh, wat hebben we toch een hekel aan ons land. En al die kankeraars en mopperaars die hebben zich verzameld onder de naam Trots op Nederland. Laat het zeilmeisje maar even zien. Ah, ja, zo. Het is toch fantastisch. Hè? Ik heb opnames van die foto. Kijk, hier zit de fotograaf voor op de plecht. En daar heb je Rita. Kijk, die fotograaf zegt, kijk maar even in de lens. Moet je kijken wat er gebeurt. Maar je zou kunnen zeggen, de mensen klagen uit trots. Hè? KUT. Zo zit het eigenlijk. Zo zit het. Nee, maar doe nog even het zaallicht aan. Zo is wat, waar we het dan over hebben. Apeldoorn, wat er, zo'n middenstand. Hè. Laten we nou eens even naar elkaar kijken. Wij zijn de gegoede burgerij. Wij zijn de bourgeoisie. We hebben het beste met de wereld voor. En we laten dit soort dingen van dat koningshuis en al die... Dat laten we allemaal maar over onze kant gaan. Jammer, niks aan te doen. We zijn een beetje nerf. Terwijl dat is toch een krankzinnig gedrag. Weet je wat normaal is? Dat je gewoon met een Suzuki Swift recht op de koninklijke familie afrijdt. Dat, ik hoop niet dat het een gewoonte wordt, maar dat is een normale reactie. En dan komen we meteen de volgende dag in de krant. Hoe kunnen we dit voorkomen? Nou, Nederland een republiek maken. Dan zijn we er in één klap klaar. Nee, maar die Balkenende die slikte lettergreep en die wilde iets moois en liefs zeggen over het koningshuis. En die zei, wij zijn onlosmakelijk met de Oranjes verbonden. En toen zei hij, wij zijn onsmakelijk met de Oranjes verbonden. Ja, zo'n man moet je niet president van Europa maken. Ik ben, dames en heren, het afgelopen jaar ben ik 65 jaar geworden. En nou, ja, het is een begrijpelijke reactie. Het is nog geen ovatie, maar... Die krijg je pas als je helemaal dood bent.
Maar 65 en het is de leeftijd waarop je denkt, oh, ik ben vrij, ik ben klaar, ik heb het gehad. Maar wat begint er op 65 opeens? Kinderen krijgen kinderen en de ouders gaan dementeren. Ja, opeens zie je de kinderen worden volwassenen en de volwassenen worden kinderen. Je zit er tussenin. En je wil ze natuurlijk allebei zoveel mogelijk een plezier blijven doen. Ik ben gaan optreden in het verzorgingstehuis van mijn moeder. Want die mensen, ja, die zitten daar maar de hele dag. Ik denk, daar ga ik eens een beetje leven in de brouwerij brengen. Dus ik vraag aan de directeur, wat zal ik voor ze doen? En hij zei, dat maakt niet zo gek veel uit. Dat was niet echt stimulerend. Ik dacht niet, daar ga ik. Het was verschrikkelijk. Dus ja, nou, normaal gesproken ga je een uur van tevoren even in het zaaltje kijken. Hoe zit het erbij? Hoe staat het ervoor? Maar ik dacht, ach, dat zie ik wel. Ik kom samen met mijn moeder. Een kwartier van tevoren ben je op de bühne om te zien hoe het publiek binnenstroomt. Maar wij kwamen een kwartiertje te laat. Kwamen we samen zo binnengeschuifeld. En wij komen in een zaal. En die zaal die was alleen geschikt voor koersbal. Nee, niemand weet wat het is. Niemand. Niemand. Ze geven zeg maar dus iemand van boven de 90 een iets te zware bal. En die laat hij dan verbouwereerd uit zijn handen vallen. Omdat de vloer schuin afloopt gaat die bal rollen. En dan loopt dat hele zootje loopt zo met die bal mee. En dan achteraan staat iemand streepjes te zetten op een papier. Maar dat deed hij zijn hele leven al, dus dat heeft niks met de koersbal te maken. En we komen binnen, mijn moeder gaat een beetje aan die kant zitten. En daar zitten zo al die bejaarden met zo'n koffiekopje te tinkelen. En zo'n gebakje naar binnen te werken. Nou, plemuren kan je beter zeggen. En ik denk, laat ik een beetje een leuk begin. Ik had een rollator zien staan. En ik zo met die rollator. Nou, werkelijk. Verbaasde niemand iets. Totaal niemand. Nee. Oh, de schoenen. Nee, de schoenen die zijn niet van Marco Borsato. Dat u dat gezien heeft. Van wie zijn de schoenen? Van de toppers. Dat u die kent, dames en heren. Ongelooflijk. Nee. Hey, we dachten dat we er eindelijk mee klaar waren. Zijn er opeens vier. Ik hoorde de naam al noemen. Die zijn van Michael Jackson. Ja. Straks kijken of ze het nog doen. Yes! Het verbaasde niemand iets. Niemand. Allemaal verkeerde nummers deed ik. Allemaal verkeerde dingen over een verkeerde erfenis. Mislukte erfenis. Over euthanasie heb ik ook iets gedaan. Viel niet helemaal goed. Ik heb iets gedaan over het pensioen. De pensioen willen ze nu naar, of dat hebben ze beslist, gaat naar 67. Duurt nog even. U en ik maken dat niet meer mee. Maar wat mij betreft mag het gewoon 65 blijven als ze er maar een bovengrens aan stellen. He, dat we zeggen tot 90. Hebben de mensen ook iets om naartoe te leven, zal ik maar zeggen. En ik had op een gegeven moment het gevoel, ja, ik ben te snel voor ze. Ik moet langere pauzes nemen. Dus ik nam hele. En meteen ontstond deze sfeer. En ik zag al die mensen, zag ik die hoofden zo heel langzaam vragend in de richting van mijn moeder gaan. En ik zag mijn moeder heel langzaam. Ik denk, ik moet hier weg. Toen heb ik nog even Er is leven na de dood gezongen. En heb gemaakt dat ik weg. Nee, ik ben 65 geworden. Ik heb mijn pensioen gekregen. Ik weet nog heel goed, het was begin augustus. Mijn vrouw komt de slaapkamer binnen.
Zij staat iets vroeger op dan ik. Het was 11:15 s'morgens, geloof ik. 10:50 was het op. Ze zegt, er is een leuk bedrag overgemaakt. Ik ga naar de bank. Ik zeg, doe maar in biljetten van 5. En ik heb ze op de achterbank van mijn auto gelegd. Ik ben naar de straat, dus het dorp mee ingereden. Na een halve straat was het op. Ja, we lachen door. Het is toch schandalig. Je zal er toch van rond moeten komen. Het is werkelijk een belediging voor iedereen die hard gewerkt heeft. Maar goed, je zit in tussen je ouders en je kleinkinderen, zal ik maar zeggen. En opa is een hele vervelende status. Hele vervelende. Opa is eigenlijk... Ja, wat is opa? Oma is lief. Hoeft verder ook niks te zijn. Maar opa. Wat doet opa? We willen ze weten. Wat doet opa? Wat is opa? Dus ik zeg, ga maar even zitten. Kinderen zijn 5 en 3. Ik zeg, opa is een van de belangrijkste naoorlogse cabaretiers. Opa heeft met zijn rode draad het cabaret een totaal andere aanzien. Kinderen zijn niet geïnteresseerd. Totaal geen concentratie. En mijn probleem is dat ik altijd te intelligent probeer over te komen. Altijd. Kleinkinderen op televisie, ik probeer altijd intelligent over te komen. Terwijl als je in Nederland geliefd wil raken, moet je zo dom mogelijk overkomen. Frans Bauer is een lichte voorbeeld. Ik was al 6 maanden bezig om van energiemaatschappij te ruiken. 6 maanden! Houdt er nog een buitenechtelijke relatie aan over ook, volgens mij. Dat is toch onvoorstelbaar. Nee, opa, wat is opa? Opa, uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen. Opa is een clown. Daar is opa niet erg blij mee. Maar goed, opa die doet er van alles aan om zeg maar bij die kinderen... In een beter daglicht te komen. Ik moet ze winnen, niet door de zielepiet te spelen. Hè, niet door te klagen. En zeker niet door te huilen. Want dat is in Nederland is het zo, of je klaagt of je huilt. Vroeger was het zo, wie geschoren wordt moet stilzitten. Tegenwoordig is wie geschoren wordt kan het beste flink bewegen. Dan krijgt hij een grote snee en dan is er bloed. En dan iedereen, ah. Dus opa die heeft besloten, die gaat voor de kinderen in de rij staan. En als ik werkelijk als ik een offer breng, dan is het dat in de rij staan. Ik vind het verschrikkelijk. En je staat tegenwoordig overal in de rij. Hè, bij de slager, slagerij. En bij de bakker, hè, de bakkerij. Nou, ik zet het hele rijtje rijden maar even achter me. Je hebt de aandachttrekkerij, hè, dat is de wereld draait door. Je hebt de aanstellerij, dat is ook de weer. En dan heb je afzetterij, bangmakerij, de bedboerderij. De boerderij heb je. Ach, doe nog even het zaallicht aan. Wie van u, dames en heren? En we verwachten een hoge score vanavond. Wie van u kijkt wel eens naar Boer zoekt vrouw? Ja. Oh, we zitten ver onder het landelijk gemiddelde. Of, u bent toch niet bang om voor uw mening uit te komen, hè? U bent toch niet bang dat de camera's meelopen? Nee, toch? Zeg maar, 6 Boer zoekt vrouw. Weet u wat het is? Ja, ik heb ook gekeken voor mijn werk. En ja, je hebt hardporno, je hebt softporno en je hebt Boer zoekt vrouw. Hè? Dat is een soort fluisterporno. Er zit een hele gluiperige, erotische ondertoon in dat programma. Die Yvonne Jaspers, die is zo zuiver, zo rein, zo onbevlekt. Daar is de maagd Maria een slet bij vergeleken. Onvoorstelbaar. En dan aan het eind heb je dus die twee meisjes blijven dan over met 1 boer. Dan zou ik zeggen, nou geef die 2 meiden, waarom niet? Nee, dat is Caro, dat mag dan weer niet, dus ze moet er 1 afvallen. Ja, wat moet die ene dan? Wat moet die ene dan? Ik bedoel, ze kan moeilijk geruimd worden. Ja, wat moet die ene? Als ze een café binnenkomen, dan zeggen al die mannen... Ja, als een boer je al niet moet. Hè? Voor zo'n meisje is er nog 1 plek over. Dat is het klooster. Dat is het klooster. En dat is ook de achterliggende gedachte van het programma. Eigenlijk zou het programma Klooster zoekt non moeten heten. Maar ze zijn nu allemaal bezig met nieuwe series. Hè? Badmeester zoekt zwemmertjes. En ja, dus ik ga voor die kinderen in de rij staan. En ik ga in de rij staan bij de Efteling.
Bij de Efteling. Bij de Efteling heb je voordat je naar die... Python heb je een rij 3,5 uur. En je zal een gezin hebben met kinderen. Ik vind dat onmenselijk. Dus opa heeft gezegd, ik ga in de rij staan. En als ik dan het bordje nu nog 1,5 uur wachten gepasseerd ben, bel ik naar huis en zeg ik, jullie kunnen nu van huis gaan. En dan komen we na 1,5 uur precies samen uit te kunnen zijn erin en ben ik weg. Wat een offer. En ik weet niet of u het afgelopen jaar nog gelezen heeft in de Efteling Trabbeland geweest. Want er was iemand in de rij van de Python en die had een scheet gelaten. Heeft u het gelezen op teletext? Ja, echt waar. Dat was ongelooflijk. En zeg maar een babyboomer, iemand van mijn leeftijd. En die had dan een scheet gelaten. En er stond dan zo'n jongen met van die dingen in zijn oor. Die stond daar dan zo bij. En de enige manier waarop hij nog met de buitenwereld communiceerde is via de neus. Dus die denkt, tamma, wat stinkt het hier? Dus die roept over zijn koptelefoon heen, wie heeft hier een scheet gelaten? En babyboomers die zijn oprecht opgevoed, dus die man zegt, dat was ik. En bam, slag ik op voor zijn bek. En die andere mensen nemen dat niet en die storten zich weer op de jongens. Een enorm tumult is dat geweest. Ik zeg niet dat het vroeger leuker was. Het was gemoedelijker. Er is een fantastisch verhaal van Simon Carmichelt uit de jaren 50. Simon Carmichelt, even voor de jongeren in de zaal. Columnist van Parool. Kronkel. En die schreef een schitterend verhaal over spitsuur in Amsterdam. In de jaren 50, tram, oude Noord-Zuidlijn. En dan had je die balkonnetjes, dat kunt u zich nog wel herinneren. Had je van die balkonnetjes met 2 van die ijzeren stangen. En daar hingen dan een paar mensen aan. En dan had je 4 lussen. En er hingen ook nog 4 mensen die hingen eraan. En daartussenin, daar ging dan een mannetje of 50. Die ging dan zo met dat hele zootje, ging die dan zo opzij. Het was nog niet de tijd van sexual harassment. Hè? Je kon gewoon heerlijk lekker tegen elkaar aanleunen. Dat maakte helemaal niks uit. En dan zat er een conducteur in zo'n hokkie met zo'n stempel. En in dat groepje laat iemand een wind, zo heette dat toen nog. En die klonk niet alleen, die stonk ook. En terwijl het spreekwoord zegt, harde klinkers, zachte stinkers. En dat hele zootje dat hangt aan met van die verkrampte gezichten. Zegt die conducteur... Mensen, als we allemaal een sniffie nemen, zijn we er zo doorheen. Ik zeg niet dat het vroeger leuker was. Gemoedelijk. Nee, maar als u nou de slotverklaring van de milieuconferentie in Kopenhagen leest, komt op hetzelfde neer. Als we allemaal een sniffie nemen, zijn we er zo doorheen. Ik ga daar in de rij staan. En ik denk bij mezelf, weet je wat, ik neem de trein. Ik neem de trein. Ook wijs geworden door die milieuconferentie. Want het is nu wel, het loopt de spuigaten uit, mensen. He, al die ijzerrotsen die zo in de zee plonzen, die gletsjers die verdwijnen. En ik zie steeds maar dat beeld van die ijsbeer zo door die natte sneeuw. Oh. Ik kan het niet langer verdragen. Ik denk, ik ga met de trein. Ik wil niet dat mijn kinderen door mijn fout over 7 jaar niet meer kunnen skiën. En ik ben in geen 15 jaar ben ik met de trein geweest. In geen 15 jaar. En ik denk, ik ga lezen. Ik ga heerlijk, ga ik in de trein, ga ik een boek lezen. Dat hoor je altijd, hè? Mensen die gaan met de trein, wat ga je doen in de trein? Lekker lezen. En ik had ook in geen 15 jaar had ik een boek gelezen. Eerlijk niet. Ik was er wel in begonnen. Was een boek, ik had 15 jaar geleden een boek gekregen van Ramses Shaffi. En in de tijd dat hij bij de Bhagwan was. En die gaf mij een boek. En dat ging over een wereldverbeteraar. Een wereldverbeteraar, dat is iemand die door de dood van God gedwongen wordt te geloven in een hemel op aarde. Maar dan wil ik best nog een keer zeggen, dat is geen enkel probleem. Dat is een wereldverbeteraar, is iemand die door de dood van God gedwongen wordt te geloven in een hemel op aarde. En Ramses dacht dat dat wel iets voor mij was, dat boek. Dat gaat dan over een wereldverbeteraar, die zit in tussen het probleem van gelijk hebben en gelijk krijgen. Dat is het probleem. Dus tussen berusten in je gelijk, of radicaliseren in het feit dat je die krijgt. Dus zeg maar tussen berusten de Bhagwan. Kiezen voor de Bhagwan of radicaliseren, kiezen voor de Bader Meinhof.
Dat dilemma. En dat ging dan over die wereldverbeteraar. Die ging dan naar een oud klooster in China. Daar zat dan een wijze oude meester. En daar komt hij dan aan bij de poort. Een vriendelijke monnik. Heet hem welkom. En hij zegt, heeft u al een vraag die bestemd is voor de oude meester? Want dat was dan de bedoeling. Nou, ja, hij had wel over een paar dingen nagedacht, maar de reis had hem vermoeid. De reis, vooral die laatste 50 kilometer op de rug van een kreupel vrouwtje, had hem enorm moe. En iedere keer hing hij dan zo boven die afgrond en dan weer zo. En een doodsangst had hij uitgestaan. Nou, zei de vriend, monnik, geen enkel punt. Komt u mee, dan breng ik u naar uw cel. En die wereldverbeteraar, cel. Meteen dat rationele, dat logische van cel. Ben ik dan een gevangene? Waarop die vriendelijke monnik zegt, hij die geen vraag kan formuleren, houdt zichzelf gevangen. Zo'n soort boekje is dat dan, hè? Het is de druppel die de steen uitholt en de mokerslag die hem verbrijzelt. Zo'n soort boekje. Ik denk, ga ik heerlijk lezen in de trein. En ik woon in Muidenberg, ik woon ook aan het IJsselmeer. En ik moet naar het station van Weesp. En ik loop dat station binnen, naar het loket. En ik loop nog even naar buiten. Ik ben toch wel in het station, weet je wel, even kijken. Ja, ik ben in het station. En ik zie natuurlijk een broodjeszaak, ik zie een koffiewinkel, ik zie bloemen, ik zie kranten. En ik zie een mevrouw met een hoofddoekje, die staat te dweilen in de hoek. Dus ik tik haar aan, ik zeg, waar is het loket? En zij gaat staan, en zo met die bezig, en zegt tegen mij, wat is loket? Zettend open en vriendelijk. Ik zeg, loket is voor Kaartje. Hè? Ja, ik hou van dat converseren met allochtonen. Je hebt lekker directe zinnetjes. Hè? Dat inburgeren, dat hoeft voor mij helemaal niet. Al die bijvoeglijke naamwoorden, die hulpwerkwoorden, weg ermee, hè? Ik zeg, loket is voor Kaartje. Oh, zegt zij, automaat. Ik zeg, waar automaat? Zij zegt, daar automaat. Dat is een hele makkelijke. Waar es salam, daar es salam. Zo makkelijk is dat. Dus ik met een handje kleingeld naar die automaat. Ik zeg, waar gluf? Toen zegt zij, dat was heel mooi. Toen maakte zij zo'n horizontale beweging. En toen zei ze, daar gleuf. Want ik ben nog van de verticale gleuven, ben ik nog. Hè? En het is nu allemaal horizontaal geworden. En dan moet ik u eerlijk bekennen, ik ben een beetje, ja, wereldvreemd is onzin. Ik ben natuurlijk mensenschuw. Dat komt door mijn bekende Nederlanderschap, hè. Een bekende Nederlander, dat is iemand die in ruil voor diensten zijn lichaam ter beschikking aan de media stelt. Nou, dan moet u de band nog maar eens terugspoelen. Dat ga ik echt niet herhalen. Nee, maar de eerste keer, ik weet nog goed dat ik de eerste keer kreeg ik van mijn vrouw een shitknip mee. En ik haal hem uit mijn zak en ik dacht dat het een kraslot was. Dus heb ik mijn hele tegoed zitten weg laten zakken. Ik ben niet goed met die dingen. Ik moest een boodschap doen. Dan kreeg ik een creditkaart, mijn kredietkaart mee. Ging bij ons in de Vivo. En dan kom ik binnen. Kan ook de gruiter geweest zijn. Ik weet het niet precies meer. En ik ga naar de visafdeling. Nou, er zat al lang geen visboemer achter de counter. Een gesjeesde advocaat. En die zegt, wat mag het zijn? Ik zeg, doe mij maar een mootje zalm. En toen zegt hij, zal ik het velletje erom laten? Zal ik het velletje eraf halen, zegt hij. En ik wist niet direct een adequaat antwoord op die vraag. Ik zag ook twee camera's hangen. Ik denk, oh, in welke soap zijn we nu weer verzeild geraakt? Dus ik zeg, heeft dat beest al niet genoeg geleden? Toen zegt die man, wat gaat u ermee doen? Ik zeg, dan ga je geen fluit aan. Als ik er iets mee ging doen, had ik wel twee mootjes zalm genomen. En ik kom bij de kassa, zegt die cashier, u mag hem er even doorheen halen. Ik zeg, waar ben ik hier terecht gekomen? Zeg.
Dus ik sta met die kredietkaart, sta ik dan bij die automaat met die horizontale gleuf en dan doe ik die kaart zo erin. En dan ga ik naar zo'n displaytje kijken en hoor je opeens... Dan komt die kaart zo naar buiten. Dus ik weer zo. En weer kijken en weer... Ja, dan word ik bokkig. Ik zeg, kijken wie hier de baas is, weet je wel. Ik sta een minuutje of drie sta ik zo met dat ding. Staat er pas ongeschikt. Dus dan denk je meteen, oh, net deed hij het nog zeker. Komt er een jongen aan, weer zo'n alle, of hoe moeten we ze noemen van de minister? Hollandse Nieuwe, komt erbij staan. En die zegt, oh meneer, dat is uw bonuskaart. Hier, geef eens een bonuskaart. Nou, hebben we toch weer even gelachen met de allochtonen. Laten we het even goed maken. Laten we even proberen met elkaar. Iemand wiens naam ik vanavond niet ga noemen. En ik hoop dat hij het komende jaar weinig genoemd zal worden. Ik heb trouwens gelezen dat in dit dorp... 1/5 van de stemmers het kiest voor de man wiens naam ik niet wil noemen. Dus we gaan even toch proberen hem een tootje lager. Dat verhaal over die kopvodder. Ik zeg, ik heb u allemaal een sjaaltje gegeven. Het zou hartstikke leuk zijn als u even van uw gastendoekje een driehoekje vouwt. En dat even zo op uw hoofd zou willen zetten. Nou ja, dan moet je kijken, want met die hoofddoekjes en jullie, als je dit doet, zal ik maar zeggen. Ja! Zo gek is het niet, hoor. Dan gaan we even kijken of de man die zijn naam ik niet zal noemen, of we hem even uit de Tweede Kamer kunnen schreeuwen met z'n allen. Nou, daar gaat hij. Op mijn teken schreeuwen we allemaal, we zijn jou spuugzat. En dan bij dat spuug, en daarom hebben we allemaal een hoofddoekje op. Laat me meekomen. Laat me meekomen. 1, 2, 3. Wij zijn jouw spuugzat. Nou, daar gaan ze hoor. Kijk, oh, daar gaat hij. Kijk, met het hele... Oh, dan is het wel weer sneu, hè. En, ja. Maar we hebben nou de hele zaal hebben we gefilmd. Dus dan krijgen allemaal mensen, wat heb jij gestemd? En had jij toen ook een hoofddoekje op? He, dus ja, had jij een hoofddoekje op? Ja. Dus ik kom dat perron op van het station van Weesp. Een heerlijk moment, hè, dat je dan zo tussen de mensen beweegt. En zo'n station, dat heeft sfeer. Het was een beetje een mistige dag. Die mist die trok zo over die perrons. En achteraan op het perron zag ik een... beetje magisch realistische figuur in een regenjas met een aktentas. Dirk Scheringa. Ja, Dirk Scheringa. En opeens kreeg ik dat schitterende verhaal van de vliegende Hollander in mijn hoofd. Weet je wel, dat schip dat voor eeuwig over de zeeën doolt. En toen dacht ik ook, ja, dat zou mooi zijn als Dirk voor de rest van zijn leven dat geld bij elkaar zou moeten halen. Dat ze hem elke keer weer een week geven en dat hij dan weer vol goede moed op stap gaat. En dan vrijdagavond bij de Nederlandse bank weer aanbelt. En dan tegen meneer Wellink, hè, de naam zegt het al, Wellink. Dat hij dan aanbelt en dat hij zegt, het is weer niet gelukt, meneer Wellink. Nou, Dirk, dan ga je maandag weer lekker opnieuw beginnen. En dan de rest van zijn leven, dat was toch mooi geweest. Hè? Dus ik zag Scheringa, ik denk, nou, dan zal Zalm ook wel ergens hier in de buurt zijn. Hè? En als ergens het velletje afgaat de komende maanden, dan is het wel bij Gerrit Zalm. Trouwens, ik zat bij AZ op de tribune toen ze met Arsenal, weet je, dat in die laatste minuut die Mendes da Silva gelijk maakte. En hup, dat hele stadion sprong op. Iemand zijn telefoon ging op hetzelfde moment. Was u dat? Nee, niet meteen nee schudden, maar wie was het hier? Oh nee, ik zie het. Jij bent het, hè? Ja, u had hem zeker al afgezet en dan toch doet hij het gewoon. Of, ja, nee, het geeft niet. Nee, maar ga gerust je gang. Wij wachten wel even dat je iemand moet bellen. Kan best belangrijk zijn. Zal ik hem even uittrappen of niet? Even kijken, dan moeten we een las maken. Hè? Hier moet geknipt worden, begrijp je?
Ja, dit moet eruit geknipt. Dus dan moet ik even kijken, waar waren we? Als we nou eens beginnen bij Balk... Nee, die hebben we, dat hebben we gehad. Bij Mendes da Silva. Mendes da Silva. En dat hele stadion sprong op en begint te zingen... Dirk, bedankt. Ik zeg, hij heet David. Kijken ze me aan en ik denk, ik blijf zitten. Want ja, je krijgt toch over 20 jaar krijg je weer die zuiveringen. En ja, en dat wil ik niet bij de DSB'ers gehoord hebben. En we staan daar op dat perron en dat vind ik dan schitterend. En er staan allemaal mensen vol vertrouwen dat er een trein zal komen. Dat vind ik zo mooi. Ik heb in 15 jaar niet gereisd met de trein. En dan zie je toch allemaal mensen die volledig vertrouwen in die spoorwegen hebben. Die staan daar gewoon te wachten. En verdomd, daar kan die trein aan. Mooi. Stopt ook op dat station. Vind ik ook geweldig. En we stappen in. Geweldig. En dan heb je, ja, dan moet ik weer iets klagerigs over Nederland zeggen. Dat is niet zo bedoeld. Maar ja, daar ontkom je niet aan. Daar ga je dus. Ik ga dus rechtsaf de eerste klas in. En linksaf gaan een mannetje of 8, 9 de tweede klas in. En die kijken dan over hun schouders. En die geven je in je rug een gevoel van je moet niet denken dat je iemand bent. Ja. Terwijl mij maakt het niks uit. Als die 8, 9 mensen in de eerste klas gaan zitten... dan ga ik lekker heerlijk in mijn eentje in de tweede klas zitten. Dat maakt mij helemaal niks uit. En ik ga zitten in mijn bankje. En dan wil je lezen, want dat heb je over gehoord. Je denkt, lezen in de trein. Maar ja, je bent zo overrompeld door die snelheid. Die trein die gaat weg en die rijdt langs die auto's. En je denkt, oh, je helemaal zwaaien naar die chauffeurs en zo. Met je duim. En even dat boekje laten zien. Ik ga straks lezen. En ik sla de boek open. We waren ook weer gebleven bij... Dat hij naar die cel moet. En die vriendelijke monnik die komt dan elke dag eten brengen. En die komt dan informeren of hij al een vraag heeft geformuleerd. Geef me nog 1 dag. En dan na 1 of 3... zegt hij, mijn vraag voor de oude meester is... wat gaan we doen aan de mensenrechten kwestie in China? En de vriendelijke monnik die trekt een beetje raar mondje. Maar hij blijft vriendelijk en hij maakt dat hij wegkomt. En de volgende dag staat er eten, maar niet gebracht door de vriendelijke monnik. En de dag erop staat er weer eten, maar niet gebracht door de vriendelijke monnik. En de wereldverbeteraar die gaat zo bij het raam staan kijken wie dat eten neerzet. En het blijkt een beetje onhandige novice te zijn. En de wereldverbeteraar vraagt aan de beetje onhandige novice. Wat is er met de vriendelijke monnik gebeurd? Ja, zegt de onhandige novice. Toen hij uw vraag bij de kamerheer van de oude meester had overgebracht, is hij kort daarop opgepakt door de Chinese staatspolitie en afgevoerd. En voor zijn lot valt te vrezen. De wereldverbeteraar is woedend. Zeg, wat denkt de oude meester te doen aan het lot van de vriendelijke monnik? En ook die onhandige novice trekt een beetje raar bekkie. Maakt een buiging en keert om. En de wereldverbeteraar realiseert zich wat hij gevraagd heeft. En die wil hem nog achterna, maar het is al te laat. En ook de onhandige novice ziet hij niet meer terug. Dan is zijn volgende vraag snel geformuleerd. Hij staat voor de oude meester en zegt, hoe kom ik hieruit? En de oude meester zegt, komt u volgend jaar maar terug. Belachelijke, cryptische onzin. Allemaal bedrog. Allemaal nep. Wereldverbeteraar gaat terug naar Nederland met vaste voornemen om nooit meer terug te keren. En het deurtje gaat open. En de conducteur stapt binnen en zegt, goedemiddag dames en heren, namens de directie van de Nederlandse Spoorwegen, het bestuur van reizigersorganisatie Rover en het voltallige personeel van ProRail, heet ik u van harte welkom in dit deel van de trein. Echt zo'n leuke conducteur, weet je wel, die opgelucht is dat hij ongedeerd uit de tweede klas is gekomen. En hij zegt tegen de man die dichtst bij de deur zit, plaatsverwijzer, en de man begint onmiddellijk, ik ben vergeten mijn kaartje af te stempelen. Ik denk, kaartje afstempelen. En die man begint meteen met een klagelijk verhaal. Die manoeuvreert zich onmiddellijk in de slachtofferrol van scheiding en kinderen en alimentatie.
Nou, zei de conducteur, ik zal het nog één keer door de vingers zien. En vervolgens komt hij bij mij, hij houdt zijn hand zo op. Ik leg mijn kaartje erin. Ik denk, jij niks zeggen. Ik niks zeggen. Maar hij zegt, ook niet afgestempeld, hè? Ik zeg, nee, gekocht. En betaald. Ik heb gezien, bij een automaat op een displaytje stond een bepaald bedrag en dat is van mijn rekening afgeschreven. Ik neem aan dat de zaak zo geregeld is intern, dat het vervolgens is bijgeschreven op de rekening van de Nederlandse Spoorwegen en dat ik daarmee aan mijn verplichtingen heb voldaan en gerechtigd ben om te reizen van Veest naar Tilburg zonder verder aan mijn kop gezeurd te worden door medewerkers van de spoorwegen die denken dat ik de zaak probeer te flessen. Het is al ongelooflijk dat ik een station binnen moet komen waar geen loket is. Terwijl je vroeger als reiziger liep je op dat loket af en er zat een aardige man aan de andere kant en die zei, waar is de reis heen? En dat je dan zei, Tilburg, ah meneer gaat naar Tilburg. Mag ik vragen wat het doel van uw bestemming is? Nou, ik dacht vandaag eens naar de Efteling te gaan om in de rij te gaan staan voor mijn klekker. Wat een fantastisch idee, dat zouden meer grootouders moeten doen. Ik wens u een hele plezierige dag, insgelijks van hetzelfde. En dat zijn de gesprekken die de wereld vrolijker en vriendelijker maken. In plaats dat jij een tank krijgt waarmee je een gaatje kan knippen in een kaartje, zodat je kan zien dat het gecontroleerd is, zorgen jullie er nou eerst eens voor dat de wissels niet bevriezen als er één sneeuwvlok opvalt. Zeg bij elke spoorlijn iemand met hem een nat, koud water, warm water. Wat wil je? Ik zal het nog één keer door de vingers zien. Ja, en nou kan ik nog goed uit mijn woorden komen. Ja. Maar je hebt ook van die jongens van een jaar of 16, ja, die zijn natuurlijk vocaal en zeg maar niet zo taalvaardig als ik. En ja, als die dan zo het bloed onder hun nagels, dan gaan ze meppen. Ik zeg niet dat het moet, maar er wordt om gevraagd. En dan heb je net het gevoel dat je lekker op weg bent met zo'n trein en dan remt hij af en dan stopt hij weer bij een station. Dat vind ik zo stom. Rijd dan door naar Tilburg, daar moet ik wezen, weet je wel. Ja, dat heb je met een auto ook niet, dat hij de hele tijd overal stil gaat staan. Doorrijden. Maar goed, die conducteur die stapt uit, die loopt nog een beetje pedant langs de ruit. Ik geef hem nog even deze mee. Ik zie zijn mond bewegen, dus ik dat raampje open. Ik zeg nog tekst ook. Hij zegt, ja, u had recht op een jaardekorting. Maar ik was bijna door het raampje naar buiten gekropen. En even later ben ik getuige van het volgende tafereel. Ik zie daar de machinist met zo'n leren tas om zijn schouder. En die zegt, nou Gerrit, mijn dienstje zit erop. Nico zal zo wel komen. Even later hoor ik door de intercom dat er een wisselstoring op het traject is. Nou, ik weet wel welke wisselstoring dat is. Dus ik doe het raampje op. Ik zeg, wanneer komt die nieuwe machinist? Ja, dat kan ik u niet zeggen, meneer. Ik zeg, nou, dan weet ik genoeg. Ik ga terug naar Weesp. Ik had het helemaal gehad. En dan heb je dat mooi, dat perron, heb je zo, weet je wel. En dan heb je aan de ene kant de trein die dan aankomt uit Weesp. En aan de andere kant heb je de trein die weer vertrekt naar Weesp. En ik denk, nou, ik laat niet aan die conducteur merken hoe opgefokt ik ben. Dus ik probeer je waardigheid te bewaren. Dus ik begeef mij zo naar die trein. En dan opeens word je bevangen door dat gevoel van die trein gaat wegrijden als ik er vlakbij ben. Dus dan ga je automatisch je pas versnellen en op het moment dat je in volle sprint met uitgestrekte arm, dan gaat die trein weg. Dat is ongelooflijk. Hoe ze dat flikken bij de spoorwegen, dat weet ik niet. Maar er zit iemand met een joystick met allemaal van die schermen zo, weet je. En die ziet dan iemand aankomen, ja, daar gaan ze. Dus dan gaat met, ik draai me om en ik zie mijn eigen trein ook zo wegrijden. Hadden ze me toch te pakken gehad. Ik denk, ik ga lekker met de auto. Ja, dan heb ik een hele tirade op het openbaar vervoer gehouden. Maar de auto, ik weet niet of u uw auto wel eens in Amsterdam parkeert. Nou, volgens mij kan je hem beter in Volendam neerzetten als je in Amsterdam... Het is verschrikkelijk. Het is, je komt dus, het is te beginnen al dat je dus een parkeerplaats moet zoeken. Ik vind het is al schandelijk, dat duurt zo lang dat ze dan nog geld durven vragen. Dat is een schande. Dus dan sta je dan eindelijk en dan moet je op zoek gaan naar zo'n nieuwe parkeerinstallatie. Met een P erop. Dus, nou ja, je gaat monter vertrek je bij je eigen auto. En dan na een minuutje of 10 sta je bij zo'n ding en dan doe je die kredietkaart weer in die horizontale gleuf. En dan staat er, wat is uw kenteken? Ja.
Toen ik nog één auto had, toen kende ik het uit mijn hoofd. Ja, ja, ja. Maar nu, jij bent terug naar je auto, omdat je kent. En dan denk je opeens, oh, ik heb mijn kreditkaart in dat ding laten zitten. Ja. En dan zie je net nog iemand met dat ding wegrennen. En dan kom je weer bij je auto en er staat al zo'n man met zo'n boekje. Die staat er dan te schrijven. En dan zeg je, ja, maar ik kom van de parkeermeter. Ja, dat zeggen ze allemaal, meneer, dat zeggen ze allemaal. Dus ik denk, met de auto ga ik. En dan ga ik naar het hotel van de Efteling. Ga ik lekker een nachtje slapen. Ik ga niet overdag met de auto. Overdag met de auto, dan heb je Radio 1. Ik weet niet of u wel eens langer dan een uur naar de autoradio heeft geluisterd, Radio 1. Onverdraaglijk. Dat begint met het nieuws, dan krijg je de ster, dan krijg je het weerbericht, dan krijg je de verkeerssituatie in ons land. Dan krijg je daarna nog gauw even, bang dat we het vergeten zijn, de hoogtepunten uit het nieuws. En dan krijg je een paar hypejes, krijg je dan. Hè. Wat hebben we het afgelopen jaar allemaal aan dingen gehad? We hebben Laura hebben we natuurlijk gehad. Laura. Toch? Wat? De zeilster. Ja, de zeilster. Hebben we toch met het hele land een paar dagen hebben we toch allemaal gezeten van... Nou, ik vind niet dat zo... En dan die andere van... Terwijl mensen, daar gaat het helemaal niet om. Wat dat meisje doet, is oninteressant. Jij, wat jij doet, wat jij gedaan zou hebben, wat jouw beweegreden zou zijn. Wat is er gebeurd, centrale vraag bij deze hype. Wat is er gebeurd met de avonturier in mij? En zo moet je al die hypes benaderen. Steeds voor jezelf kijken, wat zit erin voor mij? Wat kan ik eruit leren? Hoe zit ik in mijn... Ik begreep het heel goed. Oh, ik wilde op mijn tiende wilde ik de wereld al omzeilen. En ik had... Ja. En ik had op mijn dertiende, veertiende had ik al door dat je er helemaal geen zeilboot voor nodig had. Nee, dat is mooi. En dan krijg je nou aansluitend krijg je dan de nieuwsquiz. En dan heb je alweer het half uur. Dan hebben ze nog weer, zeg maar, nog weer een keer de punten uit het nieuws. Dan krijg je de meest waanzinnige rubriek die ik ooit gehoord heb. Ranking de nieuws. Dan moet je een oordeel vellen wat het belangrijkste nieuws is. Hou toch eens op met je nieuws. Er is helemaal geen nieuws. Heb nou eens het lef om een keer te zeggen in dat journaal. Er is vandaag geen nieuws. We gaan het eens hebben over de diepere dingen. Nee, dat is pas om een uur of elf. En dan totaal in paniek schakel je over naar Radio 2. En daar val je in het lauwwarme lamsmelkbadje van de nostalgie. God, wat hebben de luisteraars van Radio 2 het vroeger leuk gehad met elkaar. Die nostalgie, dat is een ziekte hoor. Dat is een virus. Mijn kleindochter van 5, die zegt laatst tegen mij aan tafel... Ah, opa, weet je nog toen ik 2 was? Ik denk, ik ga naar het hotel van de Efteling met de auto. Daar heb je van die themakamers. Thema suites. Hè. Je hebt een rood kapje, alle schemerlampen een rood kapje. En je hebt sneeuwwitje, heb je schone lakens. En je hebt Cinderella, dan moet je zelf je kamer opruimen. En een van de leukere kamers is ook de Wolf. De Wolf, dat was vroeger met de 7 geitjes, maar die zijn geruimd. En die juffrouw bij de balie die zegt... In welke suite mag ik u leggen, meneer? Ik zeg, nou, meid, verras mij maar. En ik ben met mijn koffertje naar boven. En ik had dat boekje van Ramses bij me. En ik ga in bed liggen, ga heerlijk, heerlijk liggen lezen. Heerlijk liggen lezen. En die... Ik wil even zeggen over mijn kleinkinderen. Want ik probeer echt, zeg maar... Ja, het zo goed mogelijk te doen. Echt bij ze ja, in het gevlei te komen, maar op een ordentelijke manier. Een van die twee die moest geopereerd worden. En de zorg in Nederland is een van de... Nou, van de fijnmazigste infrastructuren ter wereld. Dat is een organisatie die is zo scherp georganiseerd... dat je moet wel een keer ziek worden of geweest zijn... want ze zullen je een keer behandelen. Dat is zo'n... Ja, maar dat is wel... Doe even het licht aan, doe even het zalig aan. Wie van u hier in deze zaal heeft de Mexicaanse griep gehad? U gaat hem krijgen misschien. Wie heeft van u hier de Mexicaanse griep gehad? Helemaal niemand.
Nou ja, één iemand. Mag ik eens vragen aan u? Is er bij u, is dat geconstateerd omdat men bloed heeft afgenomen en toen het H1N1 virus heeft geconstateerd? Nee, mijn zoontje die kreeg het en die kwam in het ziekenhuis terecht. En we hebben het meteen vastgesteld in de 24 uur. En daaruit kon het opmaken dat ik het ook had, want ik kreeg daarna niets meer extra, zeg maar. Oké, dan hebben we hier met een authentieke Mexicaanse... Nou, u bent een van de weinigen, hoor, want ik heb... Werkelijk, we hebben dit dus de afgelopen 3 maanden in het land gedaan. We hebben zo'n 20.000 mensen zien. En we hebben er iets van 8 tot nu toe die dan een hand opstaken. Waarvan 6 waren ze blij dat ze gekomen waren. Die hadden het helemaal niet. Het is werkelijk de grootste zwendel van de afgelopen jaren. Ja, want er zijn tot nu toe, hè, ze hebben vandaag weer het glas gegeven, want dat doen ze dan bij het RIVM. Als er een dode is, dan wordt daar het glas gegeven. Ja, ze zoeken hun gelijk. Dus elke keer, ja hoor, er is er weer één. Normaal gesproken gaan er per jaar 3000 mensen dood aan de griep. Dit jaar 53. 53! En dan hebben we voor 120 miljoen hebben we van die vaccins gekocht. Veel te veel. En dan proberen we, en dat is dan nog het gluiperigste van alles, proberen we er nu wat we over hebben te slijten aan Macedonië. Dat is ook weer zo'n ongelooflijk gluiperige Nederlandse handelsgeest. VOC-mentaliteit. Wat is... We weten dat het helemaal niet... Want die tweede prik, wie van u heeft een prik genomen hier? Wie van u heeft een prik... Laten we het even anders stellen. Wie van u kijkt naar Boer zoekt vrouw en heeft zich laten inenten? Wie heeft nog een tweede prik genomen? Nou, het gaat nog wel een paar jaar, lukt het nog wel. Maar uw immuunsysteem is in zijn grondvesten aangetast door de tweede vaccin. En het gaat heel langzaam, wordt u van binnenuit uitgehold. In uw behoefte om te willen deugen. Het is werkelijk, er gaat 120 miljoen. Als ze dat geld besteed hadden aan onderzoek voor Alzheimer of kanker of zo, dan hadden we een stuk verder geweest. Nu is het gewoon door de gootsteen weggespoeld. Omdat er een of andere viroloog in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie de boel knettergek heeft. Ik weet niet of u zich nog herinnert dat u deze folder in de bus kreeg. Grip op griep. Niet elke taalvirtuoos gaat naar het toneel. En daar staat dan, als het griepvirus zich verder gaat verspreiden, dan schat men dat 1 op de 3 mensen ziek kan worden. Dus dat betekent dat er 1 op bed ligt en 2 werken. Nou, dat is ongeveer de normale situatie in ons land. Hoe kan ik voorkomen dat ik besmet word? U kunt nooit helemaal voorkomen dat u besmet wordt. Maar wat moet je hiermee? Was vaak uw handen met water en zeep. Dat is een advies, hè? Was vaak uw handen met water en zeep. Ja, dat hebben ze erbij gedaan voor Brabant en de Achterhoek. Daar wassen de mensen hun handen nog in zwangere geitenpis, weet je wel? En vegen ze daarna zo aan een broek af. Het virus kan op uw handen komen als u een voorwerp aanraakt. Voorbeelden van voorwerpen zijn... etagères, kandelaars, blenders, servetten, konijnenpontjes, citruspers, losse kapstokken, dekenkisten, dekbedden. Nou ja, zeg maar even grofweg alles wat Jolante bij Jantje Smit heeft meegenomen. Dat u dat allemaal weet, ongelooflijk. Nee, maar dat is fantastisch, hè. Doe even het zalig aan. Is er toevallig iemand in de zaal die een etagère in huis heeft? U heeft een etagère in huis. Ach, zou u met ons willen delen wat dat is? Wat is een etagère? Een etagère is een ding. Hou even alsjeblieft met dat vervelende gedoe als die mevrouw dat nou even uitgeeft aan de kant. Ja? Ja, mevrouw, nog een keer. Een etagère is een ding. Hij bestaat uit verschillende verdiepingen, schotels ervoor. En wat kun je ermee doen? Bonbons opleggen. Bonbons, ja. Petit voertjes. Bokkenpootjes misschien. Een krekkertje met paling. Nee, en ook niet tussen de bonbons leggen, denk ik. Dus je moet kiezen tussen vis of zoetigheid, zal ik maar zeggen. Kan een beginnend gezin zonder etagère?
Want nee, maar die kinderen waren 23 jaar. En die hadden al een etagère in. Dan denk ik, waar moet je dat nog? Waar leef je dan nog naartoe? Wat moet je nog met je? Je bent klaar. Hè? Het is toch ongelooflijk. En hadden ze ook gastendoekjes. Hadden ze ook gastendoekjes. 23 jaar hadden ze gastendoekjes. Toen ik 23 was, had ik een lapje om mijn sperma in op te vangen. Maar dat noemde je geen gastendoekje, hoor. Nee, dat iemand zijn neus... Hé, daar heeft al iemand zijn neus in gestoken. Zaadvoeden noemden we dat niet. Nee, maar al heel gauw werd duidelijk wat de bedoeling van de Mexicaanse griep was. Want toen kregen wij van onze plaatselijke drogist, de Dio, kregen we deze folder in de bus gestouwd. Met een antigriep-checklist. Antigriep-checklist. Er staan 35 artikelen op waarmee je de griep kunt bestrijden. 35 stuks. En bij aankoop van 5 van deze artikelen kreeg je een thermometer cadeau. Zag je opeens bij mij in het dorp alle mensen een beetje zo, weet je wel. Kon een mevrouw naar me toe, die zei, ah buurman, zou u even mijn temperatuur willen checken? Dus ik zei, nou geen enkel probleem. Ik zei, nee, er is nog niks aan de hand hoor. We hebben hele fijne dagen gehad met elkaar. Hele fijne dagen hebben we gehad. Nee, maar die zorg in ons land is overgeorganiseerd. Ik weet niet of u wel eens bij een ziekenhuis bent geweest. Dan zie je bij de ingang van het ziekenhuis, daar staan mensen te roken. Bij de ingang van het ziekenhuis. Die weten zo goed dat het slecht voor ze is. Die gaan alvast bij de ingang van het ziekenhuis staan. Dat als ze in elkaar zakken, dat ze transportkosten uitsparen. En dan kom je in het ziekenhuis binnen en dan zit er achter een bureautje zit een gastvrouw. Een vrijwilligster. Ja, werd ze maar betaald, want dan kon je gewoon langslopen. Maar probeer maar eens ongemerkt langs een vrijwilligster te lopen. Zijn niet voor niks vrijwillig, hè? Dus dan kom je zeg maar zwaar gewond op weg naar de eerste hulp. En dan zei, waar is de reis heen? Dan moet ze eerst even uitleggen hoe het ziekenhuis in elkaar zit. Ja, en die vrijwilligers, we hebben er in ons land 400.000. En de werkloosheid is 500. Dus ik bedoel, betaal gewoon die vrijwilligers. Dan ben je gelijk van de werkloosheid af. Ja, zo simpel liggen die dingen. En ze zijn zo kwetsbaar en zo gepikeerd. Ik was ergens in, ik geloof in Capelle aan de IJssel. En ik krijg een kop koffie over mijn broek. Ik zeg, potverdomme met een G. En en die vrouw die barst in huilen uit. Ik zeg, wat is er? Ik ben vrijwilligster. Ik zeg, nou, gooi dan ook nog maar een kop koffie over mijn jas. En dan krijg je voor die kleintjes, die hebben dan zo'n apparaat. En dan heb je tegenwoordig een intake-traject. En dan krijgen ze een kindermaatschappelijk werkster, een kinderanesthesist, een kinderpsycholoog, kinderpedagoog, kinderchirurg. En dat is allemaal om te voorkomen dat ze een posttraumatisch operatiesyndroomtrauma zullen krijgen. Dus in plaats van dat ze een post, krijgen ze nu een pre. Ja, daar kan je op wachten. Komt er opeens zo'n pedagoge met zo'n pop binnen en zegt de dokter gaat je hier opensnijden. En dan zeggen ze, oh die pop, oh ja dat is toch logisch, die kinderen hebben empathie. Enfin, de operatie was gelukkig goed verlopen. Die kleine zit op bed, het broertje was al op bezoek gekomen. Ze zaten samen na te verkoeveren. En opeens gaat daar de deur open en komt er een kliniekclown binnen. En die kliniekclown die doet iets. Vanaf dat moment hoeven de kleinkinderen opa nooit meer te zien. Dus met die gedachte lig ik daar in dat bed van de Efteling. Ik heb dat boek bij me. Ik denk, heerlijk, morgen, ik zet de wekker vroeg. Ik sta als eerste in de rij. Nee, dat is niet nodig, want dan moet ik anderhalf uur iedereen voor laten gaan. Dus ik zet hem anderhalf uur later. En dan bel ik meteen op, jullie kunnen nu vertrekken. En dan ga ik heerlijk in de rij staan. En ik pak mijn boek en daar waren we ook weer gebleven. Die man die was gedesillusioneerd teruggegaan, de wereldverbeteraar. Gedesillusioneerd teruggegaan naar Nederland. Met die esoterische flauwekul wilde hij
niets meer van doen hebben. Maar na 10 maanden ontstond er onrust in zijn lichaam. Iets in hem zei van ja, maar je zou toch wel eens antwoord kunnen krijgen op je belangrijkste vragen. Dat zou wel eens kunnen. Geeft niks. Ik had erop gerekend dat hij... Echt waar. Ik dacht dat we al minstens 10 keer zoveel telefoons hadden gehoord vanavond. Dat is pas de 2e. Echt goed. Er is iets aan het veranderen hier. Je voelt het aan alles. Op zondag bij jullie in de kerk. Hoe vaak gaat hij dan zo'n beetje? Ik heb gehoord hier, ik weet niet of dat hier was of in Edam, op een begrafenis ging de telefoon, iedereen zo, kwam hij uit de kist. Dus hij denkt, weet je wat, ik ga toch terug, maar ik wil niet meer die verschrikkelijke reis maken. Dus hij komt daar aan bij die grote bergketens en hij zegt tegen zo'n Sherpa, hebben jullie ook een vrouwtje dat mank is aan de rechterbeen? Dan hoef ik niet steeds boven die afgrond te hangen zo. Nee, zei die Sherpa, dat hebben we niet, maar deze kan wel achteruit lopen. En hij komt aan in het klooster. En hij heeft zijn vraag klaar en hij zegt tegen de oude meester, is er leven na de dood? En de oude meester zegt, komt u volgend jaar maar terug. En hij zegt, ja, dat zei u vorig jaar ook al. En het was ongeveer deze setting, hè? Die monniken die zaten zo aan de zijkant. En daar zat die oude meester. En hij zegt, dat zei u vorig jaar ook al en daar neem ik geen genoegen mee. Ik wil antwoord op mijn vraag, nu! Er ontstaat een zekere spanning. En dan zegt de oude meester, terwijl hij zijn keel schraapt. De monniken moeten een beetje lachen. En de wereldverbeteraar denkt, ja, onbegonnen werk. Bedrog. En hij draait zich om en hij keert terug naar het land. Maar hetzelfde speelt zich af als het jaar daarvoor. Na 10 maanden begint hij weer onrustig te worden. En hij gaat weer naar het klooster en hij staat voor de oude meester. En hij vraagt, wat is de sleutel naar tijd en ruimte. En de oude meester zegt, komt u volgend jaar maar terug. Hij zegt, ja, maar dat zei u vorig jaar ook al. Ik wil het weten nu. En de oude meester zegt, geduld. En die wereldverbeteraar denkt, ja, dan kan ik wel weer teruggaan naar Nederland, maar over 10 maanden word ik weer onrustig. Laat ik eens hier blijven. En hij begint te mediteren en een maand of 10. Begint opeens tot hem door te dringen. Wacht eens even. Komt u volgend jaar maar terug. Geduld. Geduld is het antwoord op alle vragen. Is er leven na de dood? Geduld. Het eeuwige leven is niets anders dan een kwestie van geduld. De sleutel tot ruimte en tijd. Geduld. De mensenrechten in China. Geduld. Mediteren is geduld oefenen. Het is het voltooid deelwoord van dulden. Wie kan dulden, heeft geduld. Wordt geduld. Hij is diep onder de indruk van zijn eigen inzicht. Komt enigszins overmoedig de zaal binnen. De monniken zitten aan de zijkant. Hij knikt ze toe. En zegt tegen de oude meester, ik heb een vraag. Is het antwoord op alle vragen geduld? Kijkt een beetje triomfantelijk opzij. Snoetje van dat jullie daar zelf niet opgekomen zijn. En hij wacht het antwoord af. De oude meester laat een lange pauze vallen. Schraapt zijn keel en zegt, komt u volgend jaar maar terug. En ik hoor geschreeuw, help, tumult, buiten. En ik schuif de gordijnen open en ik zie dat die Efteling in rep en roer is. Het lijkt wel of iemand een scheet gelaten heeft. Nee, erger. Het is werkelijk misschien wel een terroristische aanslag. Ik voel dat er iets waanzinnigs gaande is. En mag nog even het zaligt aan. Wie van u hier in de zaal voelt zich in ons land, in uw dorp, in uw omgeving onveilig?
Niemand. Dat wordt ons maar de hele tijd aan. Wie van u heeft wel eens gekeken naar de website crisis.nl? Er is miljoenen door de overheid ingestoken omdat u zegt zich zo onveilig. Wie van u heeft een noodpakket in huis? Honend gelach. Dat, weet u in welke veiligheidsregio u woont? Weet u, ik woon in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De naam zegt het al. En onze minister van Binnenlandse Zaken is bezig om met brandweer en politie en burgemeesters convenanten te sluiten. Veiligheidsconvenanten. We gaan even naar een artikeltje kijken uit zo'n veiligheidsconvenant. Hier staat het. De basisvereiste crisismanagement. In dit convenant worden op een aantal prioritaire, samenhangende elementen uit het ontwerp besluit veiligheidsregio's. Tussen haakjes. Tevens bekend, had een D moeten zijn. Maar goed, niet elke taalvirtuoos wordt ambtenaar. Tevens bekend als kwaliteits algemene maatregel van bestuur. We zijn het even kwijt. Maar goed, het onderwerp besluit veiligheidsregio's. Afspraken gemaakt over wat regio eind 2009 gerealiseerd heeft. Die afspraken liggen kwalitatief op het niveau van het corresponderende element uit het besluit. De afspraken in het convenant zijn een deelverzameling van het besluit en worden aangehaald als de basisvereiste crisismanagement. Nou, u voelt zich een stuk veiliger als het mij vraagt. Te overstaan. Dus u kent de rampeninstructies ook niet. Die kent u niet. Nou, laten we even naar de rampeninstructies kijken wat te doen bij een noodsituatie. Maak ze maar even iets groter. Even het van extreem weer. Oh, daar hebben we de laatste tijd last van, zeg. Oh, vanavond is het gewoon weer overal spekglad. Niemand kon de deur uit. Hartelijk welkom, fijn dat u er bent. Ja, maar het is paniek, hè. De hele tijd willen ze die weerswaarschuwingen eruit jagen. Er is bij het KNMI een islamofoob die wil al een weerswaarschuwing uitgeven als er sluierbewolking dreigt. Zo zijn we met elkaar bezig. Maar ik hoorde nu de laatste keer, en dat komt door onze staatssecretaris, hoorde ik een voorweerswaarschuwing. Ja, dat is het nieuwste. Dus dan zeggen ze van, er zou wel eens... Ja, hoe ze het nog uit kunnen drukken, ik weet het niet. Bij extreem slecht weer. Als u toch de deur uit moet, neem dan genoeg eten, water, dekens en warme kleding mee. We zijn in Nederland, mensen. Het dichtstbijzijnde familielid is een kwartier kruipen. Schijn eruit. Een onvoorstelbaar. Hier, terroristische aanslag. Geef mobiele telefoonfoto's die u gemaakt heeft aan de politie. Wat moeten die met mijn kleinkinderen? Wat gaan ze daarmee uithalen hier? Ga niet kijken op de plek van de aanslag. Nou, dan moet je tegen die loodgieter zeggen van Calgon, weet je wel? Ik weet niet. Dat is die man zijn werk. Groot verkeersongeval. Loop niet onnodig over de snelweg. Ik zou willen zeggen, ook in geen groot verkeersongeval. Loop niet onnodig over de snelweg. Ik zou in zijn algemeenheid willen zeggen, loop nooit onnodig over de snelweg. Wat je trouwens ook niet moet doen, is nodig over de snelweg lopen. Nee! Zeg je nog leuk dat je zo over de snelweg... Moet je niet doen! Bloedlink. Bent u met de auto in een tunnel, verlaat uw auto en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit. Dat weet ik niet. Nee, dan ben je eindelijk eens in die tunnel. Weet je wel, ja. En dan wil je wel eens even zo... Aan mensen vragen, waar ga jij heen? Nou, ik ga naar de dichtstbijzijnde uit. Wow. Volgende plaatje, alsjeblieft. Uitval stoom, gas, water of telefoon. Luister naar de rampenzender. Dat is Radio 1, is dat? Met uw radio op. Op batterijen, sorry, batterijen. Met radio op batterijen. Doet de telefoon het nog? Bel dan niet. Nou, volgende plaatje graag. Hier, ziektegolf, die hebben we al gehad. Dan krijgen we instortingsgevaar. Blijf laag bij de grond.
als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan zo stil mogelijk liggen. Dus je ligt zeg maar met 30 verdiepingen puin op je hand. Alles in je lichaam schreeuwt, ga staan! En waaah! Niet goed. Blijf zo stil mogelijk liggen. En maak zo mogelijk geluiden op pijpen of buizen. Dus je ligt met 30 verdiepingen puin op je rug. Probeert je zo stil mogelijk te houden. En maakt geluiden op alles wat je aan pijpen en buizen op zak hebt op dat moment. Schreeuw alleen als het niet anders kan. Dus je ligt daar op de grond met 30 verdiepingen puin op je rug. En dan moet je nadenken, kan het nog anders? Kan het nog anders? Daarom raad ik aan ieder aan om een klein briefje in zijn zak te steken voor noodgevallen. En dit dan met 30 verdiepingen puin. Zo. Boven jouw hoofd te houden. En ik sta dat op het terrein van die Efteling en boven in die Python hoor ik iemand roepen, help! Ik zeg, geduld! Ik krijg gelijk een klap van mijn kamers van iemand. Er is een enorm verschil tussen theorie en praktijk. En dat blijkt dan maar weer. Dat is het grootste probleem. Theorie en praktijk. Kijk, in de praktijk is Balken en een schitterende president van Europa. Of in theorie bedoel ik. Ja, dat is altijd heel moeilijk. Dat loopt zo door de war. In de praktijk is de middelmatige minister-president. In theorie is Peter R. de Vries een fantastische boevenvader. In de praktijk is hij zelf een boef. In theorie is Geringa een leuke buurman van wie je zo 50 euro zou lenen. In de praktijk is de gluiperige woekeraar. In theorie is Klaas-Jan Huntelaar een van de beste spitsen van de wereld. In de praktijk zit hij op de bank in Milaan. In theorie is Willem-Alexander een beetje domme prins. In de praktijk ook. En die man van die scheet, om daar even nog op terug te komen. Die man van die scheet die heeft er een zaak van gemaakt. Die is naar de rijdende rechter gegaan. Ja, die heeft dat niet genomen. Die heeft dat niet gepikt. Weet je waarom nou de trammeland ontstaan was in die Efteling? Er was een gezin met 3 kinderen. En de kleinste was zo hoog. En dan kom je na 3,5 uur wachten, vlak voordat je de attractie ingaat, is er een meetpunt. Niet aan het begin. Nee, na 3,5 uur wachten. En dan moet je precies met je hoofd aan dat plankje komen, of hoog of erboven. Anders mag je niet mee. En een gezin met 3 kinderen. 3,5 uur voor niks lopen wachten. En dan mochten ze er niet in. En heeft dat jongetje, die was 7 jaar, met zijn iPhone het hele digitale systeem van de Efteling onklaargemaakt. Dat was de oorzaak van de ellende. Nee, die man van die scheet is naar de rijdende rechter gegaan. Want hij had namelijk darmkanker. Hij had darmkanker. En daardoor hebben ze er, ze hebben dat uitgezocht. En nu is er in de Efteling een zorgloket bijgekomen. Een van de weinige instanties waar een loket is bijgekomen. En als je daar dan heen gaat als darmkankerpatiënt, dan kan je een badge krijgen. En daar staat op, ik heb darmkanker en mag daarom af en toe een windje laten glippen. Bij voorbaat, mijn excuses is de Efteling. Nou ja, u lacht er dan om, maar het is wel de manier waarop wij in ons land bezig zijn, zeg maar, om de kieren van de verzorgingsstaat af te dichten. We zijn echt bezig ons systeem zodanig te perfectioneren dat er in dit landje niet meer geleden hoeft te worden. Daar zijn we hard mee op weg met allemaal regels. Aan de ene kant zeg maar, duwt de bevolking door veel te klagen de politiek in de richting van doe iets. De politiek kan natuurlijk niks anders doen dan regels bij verzinnen. En die moeten weer van de andere kant gehandhaafd worden. Dat levert weer irritatie op. En zo zijn we met elkaar toch bezig om te kijken of wij het lijden met een lange ei kunnen elimineren. Of we het lot kunnen uitschakelen. Dat is onze grote opdracht. Er zijn natuurlijk altijd weer van die rotjongens van een jaar of 16. En die hebben dat dan weer gehoord van het zorgloket.
En die gaan dan naar het loket toe en die zeggen dan tegen zo'n stagiaire die daar dan weer achter zit: ik heb darmkanker. En in plaats van dat meisje dan vraagt, waar zitten je darmen dan? Die gaat dan weer meteen zo'n bets uitreiken. En die jongens hebben helemaal niks. En dan hebben we wel zo'n bets en die gaan weer lekker in die rij vuile scheten staan laten. En zo worden alle mooie dingen en alles wat we met elkaar verzinnen aan regelgeving en aan goede stappen voorwaarts, worden weer in de kiem gesmoord door dit soort snot, jongens. En je hebt hetzelfde met de AOW, die moet dan naar 67. Schitterend idee, er komt ongelooflijk veel geld vrij. Voor allerlei mooie dingen. 67, maar wat krijg je dan weer van die mensen die zijn om 64 en nou, jij 65. Maar jij ook 65. Binnen de kortste keren iedereen weer 65. Je kunt hier niks meer. We hebben het vanavond over gehad. Het beste zorgstelsel van heel Nederland. Zijn er een paar van die geile virushunters? Ja, dat is toch niet te filmen. Die hebben dan de zaak zodanig ondermijnd dat ons vertrouwen in de gezondheidszorg weg is. Want bij de volgende keer griepepidemie, dan zitten we allemaal van, bekijk het maar. Terwijl het misschien dan serieus is. Wat hebben we ermee gewonnen? Laat nog even het laatste plaatje zien. Ordeverstoring. Als er tijdens een evenement paniek ontstaat, ga dan niet tegen de mensenstroom in. Ik weet niet of ik wel eens in een panieksituatie bent geweest, maar dan is het, weet je wel, dan loopt iedereen zo van, heb jij de mensenstroom gezien, weet je ook? Ja, dat is paniek. Ja, ik zag hem net nog, ze gingen die kant op, dat is paniek. Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de autoriteiten op. Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe. Ik weet niet of u in de loop van de avond dat patroon herkend heeft, wat ze met ons van plan zijn bij de overheid. Met hun kastjes in je auto. En met hun vaccins. En met hun inentingen landelijk wereldwijd. Schreeuw alleen als het niet anders kan. Blijf laag bij de grond. Loop altijd met de mensenstroom mee. Volg de aanwijzingen van de autoriteiten op. Keer niet terug naar de plaats van ordeverstoring. Wij zitten hier als de brave burgerij, murf bij elkaar. Och, het zal wel allemaal. Maar eens in de zoveel tijd verzamelt zich een groep desperate idioten in een hoekje van Nederland. En keert zich rechtstreeks tegen de autoriteit. Ik hoop niet dat dat normaal wordt. Maar voor noodgevallen adviseer ik u vanaf 2 januari achter uw autoruit het volgende briefje op te hangen. Ik hoor gerommel op de gang, ik word wakker, ik lig nog gewoon in bed. Ik heb een rare droom gehad, dat boek ligt naast mij, op de laatste bladzij. De deur gaat open, ik hoor de stemmen van de kinderen en de kleinkinderen. En ik zeg, ik heb me verslapen, hoe laat is het? 7:30, opa, 7:30. 's morgens of 's avonds? 's avonds. Ja, maar hoe kan dat dan? Hoe kan het? Op dat moment verschijnt het guitige hoofd van de directeur van de Efteling op de hoek. En die zegt, dat kan heel goed, want ze hadden u in door een roosje neergelegd. En ik zeg, sorry. Dan begin ik ook altijd janken. Stom. Die artiesten die gaan. Er zijn maar weinig artiesten die zich echt hun leven lang goed kunnen houden. Rob de Nijs is een van de weinigen. 45 jaar lang geen krimp, hè? En dat wijf heeft het bloed onder zijn lagen vandaag gezakt. En ik zei, joh, is opa die zou voor jullie in de rij gestaan. Kom. En dan komt mijn kleindochter en die pakt mijn hand en die zegt, opa is lief. En dan denk ik, ja.
Je kunt wel proberen om via het intellect tot iemand zijn hart door te dringen. Maar dat is wel de moeilijkste weg van het leven. Sinna, ik weet niet goed hoe ik het goed kan maken. En toen zegt de directeur van de Efteling, komt u volgend jaar maar terug. Nou is het zo, ik begrijp, u wilt uw bewondering uitdrukken. In Spanje doen ze dat door hun zakdoekjes in de piste te gooien. Dus in plaats van een applaus, gooit u allemaal even uw gastendoekje in de ring. In de ring. Hier. De natte droom van Louis van Gaal. Kijk, Dank je wel.